Voor mij begin je bij Leeuwarden. Laat ik even kijken hoe die gaat. Even kijken, ik weet niet of je dan... Zul je zo buiten omgaan, denk je? Maarten, wat doe je jezelf aan? Ja. Ja, nou ja, het is, ik heb dit jaar heb ik drie andere hele grote tochten gedaan. 24 uur, Amsterdam-Rotterdam, kanaal heen en terug. Wat allemaal ongeveer 24 uur duurde. En dit gaat meer dan het dubbele zijn. Dus volgens mij gaat hij hier. Even kijken. En dan ga je naar Sloten. En dat alles om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek tegen kanker. De ziekte die Van der Weijden zelf overwon. Ik kom een heleboel patiënten tegen die dat geluk niet hebben. En dat doet me zoveel pijn. Dat zelf dat stuk zwemmen is wel ver. Maar dat is het echt helemaal waard. Alle dingen die ik hiervoor gedaan heb stonden in het teken van. En daar komt geen plannetje na. Dit is wat ik kan. Dit is het maximale wat ik kan geven. En daar ga ik helemaal voor en ik hoop dat het lukt. Hinderlopen. Boswaard. Harlingen. Vraneker. En volgend jaar kun je gewoon met Maarten meezwemmen. Hij roept daarom ook iedereen op om in actie te komen. En dan als je in Dokkum bent, dan moet je nog even terug naar Leeuwarden. Ze kunnen 500 meter meezwemmen, 2000 meter meezwemmen. En daarmee kunnen ze geld inzamelen. Je kunt je inschrijven om mee te zwemmen op maartvandeweijdenfoundation.nl. Is wel een stukje, hè? Maar ik denk als ik bij elk van die 11 steden nou een heleboel mensen zie, enthousiastelingen die meezwemmen, ja, dat zou echt wel hartverwarmend gaan zijn.